Deze video gaat over gordelroos. Gordelroos wordt veroorzaakt door hetzelfde virus als waterpokken. Na het doormaken van waterpokken blijft het virus in een inactieve staat achter in het lichaam. Op latere leeftijd en bij slechte weerstand kan het virus dan zorgen voor gordelroos. De eerste symptomen zijn een brandende of stekende pijn en jeuk. Na een aantal dagen ontstaan blaasjes, vooral rondom de buik en soms ook in het gezicht. Na 2 weken ontstaan er korstjes op deze blaasjes. Er kan dan wel zenuwpijn blijven. Iemand die nog niet eerder besmet is geraakt met waterpokken, kan door het vocht uit de blaasjes alsnog het virus binnenkrijgen. Via het Rijksvaccinatieprogramma wordt geen vaccinatie aangeboden tegen gordelroos. Bij vaccinatiecentrum.nl is dit vaccin op eigen kosten verkrijgbaar. Voor meer informatie neem contact met ons op of kijk op www.vaccinatiecentrum.nl.